Het is een feit dat jullie uit Almelo gaan verdwijnen. En als een topsportploeg uit Almelo gaat verdwijnen, dan is dat wel iets heel bijzonders. Jawel, jawel. En ook als een topsportploeg naar Almelo komt, is dat ook heel iets bijzonders. En zo zijn we ook wel binnengekomen hier. Niet specifiek om Almelo, maar wel om de hal die hier stond in Almelo. Maar meer Twentse sport. Dus Twentse topsport wat we proberen te doen. En of je die dan in Almelo speelt of ergens anders, is het dan maar van minder belang. Hoe groot was de verbazing toen je dinsdagmorgen op het gemeentehuis kwam en daar een mededeling vond van Eurosport? Groot. Dat geef ik eerlijk aan. En vooral gegeven het feit dat ik de voorzitter recent nog gesproken heb tijdens het sportgala, waarbij ook Eurosport als team de Almelo-prijs in ontvangst mocht nemen. Dus de verbazing was echt groot. Voel jij je overvallen door de beslissing die Eurosport heeft genomen om van Almelo naar Vroomshoop te verhuizen? Nou, overvallen in zoverre dat ik me overvallen heb gevoeld anderhalve week of een week voor het persbericht. Dus toen ben ik geïnformeerd door, de voorzitter van Eurosport heeft mij geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Dus we zijn niet uitgedaagd om mee te doen in, om samen te kijken van hoe we, nou ja, eventueel een nieuw businessmodel zouden kunnen opstarten. Betekent dat ook dat het een kwestie is van geld geweest, jullie verhuizing? Als je geld zegt, dan komt het wel heel erg poenerig op. Uiteindelijk, kijk, als je topsport wil bedrijven, maar goed, dat zie je ook aan het liefste de club die hiernaast zit, aan Heracles. Als je geen geld hebt, kom je daar niet verder. En dat betekent, elke topsport heeft geld nodig. In ieder geval de mogelijkheid om geld aan zich te binden. Dat betekent dat we met een businessclub moeten werken. En dat is aanzienlijk anders. Wij denken beter, veel beter geregeld in Vroomshoop dan het hier in Almelo is. Ik neem dan toch aan dat als het eigenlijk een kwestie is van geld, dat je dan ook met de partner waar je op dat moment mee samenwerkt gaat onderhandelen. Ja, dat is een aanname en die klinkt heel erg logisch, maar de feitelijkheid is een andere. Dat hebben ze niet gedaan. En ja, dan zou je hem moeten vragen waarom of ze het niet gedaan hebben. En ik denk dat Marcel daar ook altijd trots op is geweest dat hij in een hal speelde die voldeed aan alle eisen. De hoogte van de hal, die is 10 meter, in Vroomshoop is die 7. Dus dat is logisch, daar is het een breed sporthal. Wij hebben een topsporthal en die brengt toch wel een aantal grote voordelen met zich mee. En dat hebben ze dan niet. Dus sportief gezien en qua spelen zullen ze dat daar niet hebben. Maar dan zal het echt, het geld zal zo zwaar hebben moeten overwegen dat ze die beslissing hebben genomen. Nou, die 25.000 euro valt dus nu aan het einde van het seizoen. Hè? Want zij zeggen gewoon het huurcontract op aan het einde van het seizoen. Dus niet van vandaag op morgen, maar aan het einde van het seizoen. Vervolgens valt dit bedrag dus vrij. En ik heb van de heer Buscher al begrepen dat andere belangstellenden zich al gemeld hebben om de vrijkomende uren op te vullen. Met andere woorden, op dit moment leeft de gemeente Almelo eigenlijk een klein beetje in onzekerheid. Nou, in die zin, het huurcontract is opgezegd. De huurder vertrekt begin van het nieuwe seizoen. Dus we hebben ook nog even de tijd om invulling te regelen. En de eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. APPLAUS.